Wat is me opgevallen in de actualiteit? Nou ja, eigenlijk natuurlijk uh, dat de Oekraïne bijna een jaar geleden is, dus daar werd veel aandacht aan besteed. Uh, daar las je al om dat het de Russische offensief feitelijk begonnen is. Maar dat dat bijzonder slecht loopt. Ja. Dat er grote aantallen doden vallen. Dat de Russen enorme hoeveelheden materiaal verliezen. Waardoor de interpretatie is: zal er überhaupt nog wel iets komen van dat. Van dat enorme offensief waarmee ze natuurlijk enige winst hoopten te boeken. Vooral natuurlijk vanwege de naderende verjaardag is dat niet volgende week, de 24ste, klopt. Kijk, is mijn broer ook jarig, maar goed, het is ook de dag waarop dit afschuwelijke theater begonnen is natuurlijk. Um, en daar stond toch ook wel, is het voor die Oekraïners wel, want die verliezen natuurlijk ook veel personeel, dat is wel duidelijk. Is het voor de Oekraïners wel zo verstandig om daarbij dat Bachmut eindeloos door te vechten. Vooral omdat het na nou, ik lees, ik kan dat zelf niet beoordelen, strategisch niet van grote waarde is. Dat is mij allemaal niet zo precies duidelijk. Dus aan het front, in, in de Donbass... Eh, is feitelijk een betrekkelijk onoverzichtelijke situatie gaande. Eh, waarbij de Russen het in ieder geval niet goed doen. En dat zou natuurlijk stroken met alles wat we daar. Over gezegd hebben en gelezen hebben. Nou, maar ja, dat dat Russische leger niet naar behoren functioneert. en in tal van wezenlijke aspecten dysfunctioneel is. Dus dat viel mij wel op. Ja, ja, valt je op. Ja, het is iets wat je elke week ziet natuurlijk.